Heel goeie avond iedereen. Bij Ter Zake zaten de mensen op leeftijd. Wij hebben twee jonkies van Vivaldi aan tafel. Tinne van der Straten van Groen is de nieuwe minister voor Energie. Sami Mehdi van CD&V, de nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie. De nieuwe Theo Franke, zeg maar. Wat willen zij doen? Wat willen ze de komende 4 jaar voor ons betekenen? En ook aan tafel Christophe de Borsu. Is horen hoe Vivaldi gevallen is in het zuiden van het land. Want justitie, binnenlandse zaken, financiën, volksgezondheid en de premier, dat is allemaal in Vlaamse handen, Christophe. Wij kunnen nog wel onderhandelen. Maar je ziet dat we wel veel doen over Vlaanderen, dus ja, dat is nu bewezen. We zullen straks de hele rekening nog eens maken. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Meneer Mehdi, mevrouw van der Straten, gefeliciteerd. Dank u wel. Dat is toch een bijzondere dag, neem ik aan. Ik moet zeggen, mevrouw van der Straten, u zag er zeer gelukkig uit bij de koning. Hè? Heeft u de beelden al opnieuw gezien? Nee, ik heb ze nog niet gezien. Dan zullen we dat meteen eens doen. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Je jure fidélité aux lois, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Het is een heel eer. Ja, u bent de enige die daar nog iets aan toevoegt. Hè? Die dat gedurfd heeft, dat durft de rest niet, denk ik. Ja, het was ook wel een bijzondere dag en zeker ook een hele eer. Zo, energie is waar mijn expertise ligt, maar nog meer waar mijn hart ligt. En dan kunnen meebouwen aan het energiebeleid de komende jaren, dat is toch wel echt bijzonder. En bij de koning komen ook dan op zo'n moment. En bij de koning komen ook. Vooral de zaal is wel indrukwekkend. En op de gele stippen waar je dan moet staan, de briefing die je op voorhand krijgt. Maar het was ook wel snel voorbij. Toch? We gaan straks ook over uw bevoegdheid uiteraard praten. Ik wil wel eerst eens vragen, hoe gaat het met Christophe Calvo intussen? Christophe heeft... Een goede vriend. Ja, Christophe is voor mij een hele goede vriend. Het was echt geen gemakkelijke dag voor hem. Dus ik denk, hij had er echt op gerekend dat hij ook mee kon naar de koning. Maar dat is helemaal anders uitgedraaid. En dat is, ik denk, iedereen heeft dat wel eens meegemaakt. Als je je droom uit elkaar ziet spatten, dan is het de maar dag wat is dat? Want er beginnen nu reconstructies te verschijnen op krantensites. Je leest dingen als dat hij verraden is, een machtsstrijd, chaos, een nipte stemming, de nacht van de lange messen. Wat is daar gebeurd? Ja, dus ik heb nog niet alles gelezen, want ik had nogal een drukke dag. En maar u was er wel bij, hè? Ja, ik was erbij. Het was een lange nacht. Maar ik denk, de nacht is ook geëindigd, of de ochtend is ook geëindigd met Christophe, die voor heel de zaal recht stond en zei van kijk, dit gaat niet over mij. Ik wens Tina en Petra heel veel succes. We hebben vandaag ook fractie gehad. Petra en ik waren daar beiden aanwezig. Hij heeft dat ook opnieuw herhaald. Maar dat is de mooie versie. Maar hij zegt ook, ik vind voor een partij als Groen dat wij op een menselijke manier aan politiek moeten doen. Is dat niet gebeurd? Ja, ik denk, als je zoiets meemaakt... Dus als je, ik denk, Christophe heeft heel dit regeerakkoord mee onderhandeld. Er zijn zeer grote stukken van het regeerakkoord die uit zijn pen ook komen. Bijvoorbeeld rond politieke vernieuwing is echt zijn ding. Ik was er ook bij toen hij dat stuk onderhandeld heeft. Dat was echt prachtig om te zien. Hè. Dus hoe maar dat is hij correct behandeld vannacht, of niet? Ik denk dat als je zoiets meemaakt, dat het heel onrechtvaardig aanvoelt. Hè. Als je zo geïnvesteerd hebt in een is hij volgens u onrechtvaardig behandeld? Ik hoor dingen als mevrouw Almachi die gezegd heeft, als hij minister wordt, dan stop ik ermee. Ja, zo'n dingen zijn er niet gezegd geweest. Hè. Christophe heeft zelf, zowel gisteren als vandaag, gezegd van het gaat niet over mij. Hè. Tina en Petra zijn twee hele goede ministers. We hebben nu gewoon eenmaal 3 klasbakken, maar voor Christophe was het inderdaad niet gemakkelijk. En dat begrijp ik helemaal. Ja. Wat heeft Petra de Sutter volgens u voor op Christophe Calvo? Het is een duidelijke keuze geweest voor iemand, dat hoor ik ook. Als je natuurlijk met 3 mensen bent, voor 2 functies moet je altijd kiezen. Ja. Maar waarom hebben ze dan voor haar gekozen? Ja, ik denk, uiteindelijk is het dat doet er eigenlijk ook niet toe. Hè. Dus bij ons wordt die keuze ook gemaakt door de leden. Sommigen vinden dat een beetje een bijzondere procedure, maar het is ook wel een procedure die onze partij een beetje eigen maakt. En dat blijft uiteindelijk ook wel in de besloten van die vergadering. Maar je maakt de keuze toch op kwaliteiten. Want er wordt gezegd, hij zou echt
een schietschijf geweest zijn voor de oppositie, omdat hij er nogal hevig is tegenaan gegaan. Ja, Christophe heeft zijn karakter. Ja. En ik denk, een schietschijf zijn voor de oppositie. Ik denk, iemand die een eigenheid heeft en een felheid heeft. Als je niet wilt opvallen, dan moet je deze job ook niet doen. En dus daar gaat het helemaal niet over. Het zijn waren gewoon met drie goede kandidaten. En er is een keuze gemaakt in eer en geweten. En ik heb echt met Christophe te doen. Absoluut. Hè. Ik zou het niet willen meemaken, ook niet. En dus het is echt een droom die een beetje uit elkaar is gespat. Maar vandaag is ook weer vandaag. En daar straks in de fractie. Ik denk eigenlijk, hou hem morgen in het oog. Ik denk dat hij morgen een hele goede speech gaat geven als het morgen over de regeerverklaring gaat gaan. En de rest als voeren voor reconstructies, want dat wordt dan gemaakt. In de kranten en voor gesprekken zoals hier vandaag. Ja. Meneer Medi, begin dit jaar nog jongere voorzitter, vandaag staatssecretaris. Dat is, hoe heeft u het allemaal beleefd vandaag? Het is ook een heel hectische dag geweest voor mij. Van wanneer was u... zeker dat u die functie kreeg? Oh, zeker, dat is ergens gisteren gebeurd, wanneer dat ik een telefoontje kreeg van de voorzitter die me vertelde dat ik deel uitmaakte van de regeringsploeg, iets voor het congres. En dan, dan gaat het heel snel. Dan is er een regeringscongres dat ook wel lang duurt. En dan zijn er journalisten die u dan ook heel lang aanklampen en ben je heel laat thuis. En dan is het heel vroeg opstaan. Dus het is een heel lange nacht geweest. Het is ook al een heel lange dag geweest. Maar uiteindelijk is dat ook waarom je aan politiek doet. Dat is om lang en hard te werken. Gisteren was dat dan op congressen en vandaag ook wel met de pers. Maar dan moet de komende dagen en jaren vooral gaan over, in mijn geval dan, het uitwerken van een goed en ordentelijk asiel- en migratiebeleid. Ik wil toch ook even uw doortocht op het paleis laten zien. Ik zweer getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk. Je jure fidélité au roi, obéissance à la constitution et aux lois du peuple belge. Ik zweer treue dem koning, gehoorzaam der verfassung en den gesetzten des Belgische volks. Ja, ook in het Duits. Dat hebben ze niet, lang niet allemaal gedaan. Nee, en toch vond ik het belangrijk om dat te doen. Ik weet dat mijn Duits nu niet bepaald mijn sterkste taal is. Maar, heb je gerepeteerd met iemand? Of? Nee, met niemand geoefend. Ah, nee. Het is duidelijk, trouwens. Maar, ja. Ik zag net niet voor mij. De laatste keer dat ik mijn Duits geoefend heb, was denk ik in het vijfde middelbaar. Maar uiteindelijk is dit een land met drie landstalen. En vond ik het persoonlijk heel belangrijk om dat te doen. Ook al is het dan in gebrekkig Duits, dan is dat maar zo. Maar respect naar de Duitsstalige gemeenschap vond ik dit de meest logische beslissing om te nemen. Ja. Wetende dat uw vader eind jaren 70 naar België is gekomen vanuit Irak, als politiek vluchteling, denk ik. Zat hij of zit hij thuis te blinken nu? Ja, ik heb in ieder geval wel gezien, want mijn vader is niet zo spraakzaam. Dus in het WhatsApp-groepje van de familie was er niet meer dan felicitations, Sami. En dat was het dan. Maar op Facebook zag ik dan dat hij... want hij is niet goed in technische zaken, maar hij had dan op zijn iPad... hij was dan aan het kijken naar de eetaflegging en dan had hij met zijn gsm de iPad gefilmd en dat filmpje dan gedeeld op Facebook met een boodschap dat hij trots was op mij. Dus dat is Als hij de migratie zegt, hij dan pas op man, niet te streng of ik kom aan je oren trekken? Nee, mijn vader staat op dat vlak denk ik ook wel voor hetzelfde strenge en rechtvaardige beleid waar ik persoonlijk ook wel achter sta. Dus ik denk dat ik aan mijn vader een ideale bondgenoot heb. Het is een heel moeilijke aanloop geweest voor CD&V om... laten we zeggen, N-VA en dat verhaal over die Vlaamse minderheid of meerderheid los te laten. Ik heb me altijd afgevraagd, hoe groot is uw rol geweest om Joachim Koens te overtuigen om het wel te doen? Goh, Joachim heeft die keuze zelf gemaakt. U mag niet vergeten dat we heel duidelijk hebben gesteld na 26 mei, we gaan proberen een regering te vormen met een Vlaamse meerderheid en een meerderheid ook langs de Franstalige kant. Dat is toen niet gelukt na verschillende pogingen. Dan zijn we overgegaan naar een optie met een Franstalige minderheid ook. Laten we dat niet vergeten. Ook dat is dan mislukt. En dan zijn we uiteindelijk beland bij de piste waar we vandaag dan zijn beland, namelijk de Vivaldi-coalitie. En dat is dan het finale resultaat van heel lang onderhandelen. Maar was je voorzitter geweest, was het niet sneller gegaan? Het is moeilijk om dat te zeggen. Het was ook dus heel... ja, zegt u? Nee, het is moeilijk om dat te zeggen. Het is ook heel hectisch geweest. Stel u voor, je wordt voorzitter en een dag later duidt de koning je aan om een opdracht op te nemen. Dat is niet evident. Hoe dat ik het persoonlijk had aangepakt, ik heb daar vandaag theorieën over, maar of dat die overeenkomen met wat de realiteit was geweest, mocht ik voorzitter zijn geweest, dat kan ik gewoon niet zeggen. Goed, straks, zoals beloofd, kom ik terug op jullie bevoegdheden. Ik wil eerst even bij Christophe horen.
Wat vinden ze van de Crow 1 in het zuiden van het land? Dus ja, voordeel van de twijfel. Hè. Ik ben in Bergen geweest, Vox Pops, veel gedaan vandaag. Er is ook een peiling geweest op RTL. En u ziet dat ongeveer de helft van de mensen positief staat ten opzichte van de regering. Dat is in Vlaanderen ietsje minder, ongeveer een derde in Vlaanderen. Dus ja, dat is dus zelfs positiever. Ja, absoluut. Dus Franstalig België is ietsje positiever, wat ook logisch is. De twee grootste Waalse partijen, Franstalige partijen, zitten in de regering, in de Vlaamse. En wat was de vraag van? Hebben jullie verschillende vragen over de meerderheid. Is het een probleem dat er bijvoorbeeld geen Vlaamse meerderheid is? Natuurlijk, in Franstalig België zeggen ze dat is geen enkel probleem van die dingen. Dus ietsje positiever. En de figuur de Croo is goed onthaald door zijn vader natuurlijk, door het feit dat hij zo goed Frans spreekt, hoewel hij een rollende R heeft, die een beetje verraadt dat hij Vlaming is, of geen enkel probleem, wat zijn vader uiteraard niet heeft. Dus ja, het voordeel van de twijfel, hoewel het een beetje raar is, want Alexander de Croo kwam heel weinig naar de Franstalige zenders. In het begin van zijn carrière wel en sinds een paar jaar absoluut niet meer. Dus misschien is het soms goed om zich te verbergen. Ja. Wat ik daarnet opzomde, justitie, binnenlandse zaken, financiën, volksgezondheid, de premier. Ik denk dat ik als Waal zou denken, we hebben ons laten rollen. Ja, maar dus de Walen, zoals inderdaad ze bij de PS zeggen, ze zeggen, kijk, inderdaad, er zijn veel belangrijke posten naar Vlaanderen geweest, maar de posten met het meeste geld, met het meeste nieuwe geld, bijvoorbeeld de pensioenen, met de pensioenen van 1500 euro, ook volksgezondheid, Vlaamse socialisme, maar toch de socialistische familie, dat is dus bij ons. Dus in die zin hebben we ons niet laten rollen. Omdat, ja, maar ze beschouwen zichzelf nog steeds als een familie, blijkbaar. Okay. Het is een beetje raar, maar ze gaan opnieuw samenwonen, zoals u weet, Bart, op de Keizerslaan. Dus in die zin zeggen ze, kijk, ja, wij als familie hebben wel het geld. Dus in die zin is het niet zo erg. Maar dat is een commentaar, dat is inderdaad een commentaar dat je veel in Franstalig België hoort vandaag. Waarom zoveel bevoegdheden naar Vlaamse partijen? Mm-hmm. Maar dat is inderdaad om ook de Waalse goede wil te tonen. Voor Magnet is het hetzelfde. Hè. Hij zegt het zeer duidelijk. Ik heb het premierschap aan Alexander de Croo geschonken voor Vlaanderen. Heeft hij echt nu gezegd, Paul Magnet, van Alexander, doe maar. Het is voor jou. Ja, dus dat blijft een beetje een gesprek onder die twee mensen. Ik was er uiteraard bij. Ik zie iemand meeschudden. U zat erbij, mevrouw weet meer dan ik. Ik zat er toen niet bij, maar ik denk de lezing van de Vlamingen en de Walen is denk ik een lezing die we vaak horen, ook bij commentatoren. Ik ben er echt van overtuigd dat deze coalitie, de Vivaldi-coalitie, eigenlijk echt de ambitie heeft om een project te maken voor alle Belgen. En ik heb dat gehoord bij Paul Magnet, ik heb dat ook gehoord bij Alexander de Croo, wordt in de beide talen uitgesproken. Hey, goed, maar als je het op lange termijn wil bekijken, dan neem ik aan dat het belangrijk is dat dat in evenwicht is, of dat langs een of andere kant van het land, dat op termijn niet blijft duren. Hè? Ja, dat denk ik wel eigenlijk. Ik denk dat dat op termijn net wel blijft duren. Ik denk dat dit ook als het in evenwicht is, of als het zo op gepercipieerd wordt. Als het evenwicht ook gevonden wordt. Hè. Dus in het evenwicht, denk ik, wordt hier ook echt gevonden in namelijk politieke families. Ik denk dat deze formatie, ook de vorige poging, echt de politieke families terug heeft. En dat ook maakt. Ik heb dat in Brussel ook gezien, waar we met Ecolo en Groen dat heel nauw hebben samengewerkt. Van het moment dat je nauwer begint samenwerken, begin je elkaar ook beter te begrijpen. En komt er dus eigenlijk een project tot stand dat echt een project is voor alle Belgen. En dus verder kijkt dan die optelsom van Vlamingen en van Walen. En wat goed nieuws is dan voor wat er nog komt? Misschien, jullie zijn de enige zonder wederhelft dan langs Franstalige kant. Ja, maar ik vind het ook gewoon ergens logisch dat we eindigen met een Nederlandstalige premier. Vermits dat we toch met een Vlaamse minderheid zitten, is het ergens niet onlogisch dat er dan ook een Vlaamse premier komt. Het is ook gewoon, Vlaanderen is de grootste gemeenschap binnen dit land. Er zijn ook heel veel Franstalige premiers geweest de voorbije legislaturen. Ja, dus op zich... De geschiedenis is niet echt. Niet in de geschiedenis. De Tweede Wereldoorlog, 58 jaar Vlamingen, 11 jaar Walen, 6 jaar Brusselaars. Maar oké, goed. Zouden we willen alterneren, dan nog goed, is het niet verstandig om in deze fase ook te kiezen voor een Nederlandstalige. Maar is door dat familiaal te bekijken het vertrouwen ook groter? Ik denk het wel. Ik weet niet of het familiaal bekeken moet worden. Dat mag familiaal bekeken worden. Waar ik me wel bij aansluit, is dat we hier, en dat is het gevoel dat ik toch vandaag ook had, dat we hier als ploeg wel staan en ook wel allemaal beseffen, en dat is op Vlaams niveau niet anders, dat de voorbije jaren, de manier hoe we aan politiek hebben gedaan, oppositie en meerderheid, dat niet pakt
bij de burger. En dus dat er op een bepaalde manier aan politiek gedaan moet worden, waarbij dat we samenwerkt in plaats van elkaar stokken in de ja, op die manier ben je nog met, laten we zeggen, met 4 in plaats van met 7, hè, als je het familiaal bekijkt. Ja, inderdaad, ja. Met een partij zonder familielid erbij. Ja. Ik wil ook een paar, toch, want veel nieuwe namen. Ook 13 een heel nieuwe aantal namen, die we niet kennen, ook langs Franstalige kant. Ook altijd interessant om met jou eens te bekijken. Hè. Mathieu Michel. Dat is dus, mag ik daarmee beginnen? De staatssecretaris voor digitalisering. Dat zorgt voor enorm veel woelige momenten binnen de MR natuurlijk. Omdat alweer meneer Boucher, de voorzitter, wordt verweten van het slecht aangepakt te hebben. Ik hoor net dat de positie van meneer Boucher onder druk komt. Ja, omdat hij Michel gezet heeft. Ja, om twee redenen. Ten eerste inderdaad omdat hij... Het is vooral de tweede. Maar de eerste reden is inderdaad dat hij Mathieu Michel heeft aangesteld. Mathieu Michel is nogal populair binnen de partij. Maar van Charles Michel, voor alle duidelijkheid. Absoluut, zoon van Louis Michel. Ja? Maar hij wordt staatssecretaris voor digitalisering, terwijl hij zijn laatste tweet dateert van 2015. Hij heeft geen LinkedIn-account, hij heeft geen TikTok, hij heeft geen Instagram, hij heeft wel een Facebook, dat wel. Maar zijn eigen website is beneden alle pijlen. Dus in die zin, dat is echt niet iemand die indruk maakt qua digitalisering betreft. Dat is zijn eerste probleem. En ten tweede, zoon van, ja, is het wel het moment, terwijl de eerste minister dat ook is. Dat is zijn eerste probleem. Maar het grootste probleem is de zaak Ducarme. Zal ik er iets over vertellen? Ja, tuurlijk. Doe maar, ja. Heel kort. Dus meneer Ducarme moest geherlokaliseerd worden. Hij moet een nieuwe post hebben. Hij was federale minister in de vorige regering. En dus het idee van Boucher was van hem een Waalse minister te worden. Maar dan moest hij een Waalse ministerpost natuurlijk iemand anders zetten in de plaats van... Ducarme moest de plaats van iemand innemen. En de persoon in kwestie van Valérie Debut. Dus Valérie Debut moest de plaats ruimen, moest haar plaats geven aan meneer Ducarme, omdat hij Waalse minister ging worden. Het probleem is dat er een decreet bestaat in Wallonië dat ervoor zorgt dat 1/3 van de leden van de regering van hetzelfde geslacht maximum moeten zijn. Dus er moest 1/3 vrouw minimum zijn. En door het feit dat mevrouw Debut werd opzij geschoven, was er geen 1/3 meer vrouw. Was die 1/3 niet meer het geval. Dus heeft meneer Boucher Baxel moeten nemen. Hij is om zijn beslissing moeten terugkomen, omdat er uiteraard een onwettige daad was gesteld. Dus 2 uur nadat hij gezegd had, zonder iemand dan ook te raadplegen dat meneer Ducarme minister moest worden, heeft hij Baxel moeten nemen. En dus is mevrouw Debut opnieuw minister geworden. Maar in haar kabinet was iedereen aan het huilen. We gaan dus onze post verliezen. Dat was ook nogal anti-vrouwelijk gezien. Dus voor de positie van meneer Boucher is het echt een ramp geworden. Die twee beslissingen dezelfde dag. Ja, dus, maar goed, als ik even naar jullie mag komen. Mathieu Michel, als ik het dan goed hoor, puur daar gedropt of toch voor een groot stuk door vader. Misschien en... dienst en wederdienst, dat weten wij niet. Enfin, maar het is toch een vreemde, opmerkelijke vaststelling. Dan kan Alexander De Croo wel zeggen, we gaan op een andere manier aan politiek doen. Dan kunnen jullie dat ook zeggen, maar je bent dan wel afhankelijk nog altijd van partners die dat doen. Want als dat zo is, dan is dat ook geen goed signaal. Hè? Ik denk, we hebben elkaar vandaag... Ik heb veel nieuwe collega's vandaag leren kennen. En dus voor mezelf kan ik daar niet op die manier over oordelen. En ik geef hem absoluut het voordeel van de twijfel. Niks aan de hand. Ja, misschien is er wel iets aan de hand, misschien is er niks aan de hand, maar ik ga als de niet... positie van de voorzitter erdoor onder druk komt. Maar het is vooral door de zaak Ducarme, alweer dat zijn positie... Ja, voilà. Ik denk dat dat inderdaad... Dat misschien nog wel een andere zaak. En dat maakt uiteindelijk de zaak niet van onze collega. En ja, nogmaals, allee, we waren toch wel... Kende jij iedereen? Ik kende niet iedereen. Hè, dus we zijn wel met de aantal... We zijn ook met de helft vrouwen. Ja, het is ook gewoon veel te moeilijk om op dit moment al te spreken over iemand die nog maar een dag... regeringslid is, laten we wachten hoe dat het verloopt de komende dagen. Er zal misschien wel kritischer worden gekeken naar bepaalde personen. Ja goed, dat is hoe dat er aan politiek wordt gedaan. En dan zullen we wel zien of dat iedereen het overleeft. Het tegendeel bewezen. Nee, Mathieu Michel heeft een heel uitstekende reputatie. Dat moet ik wel zeggen. Naar de werken en kent zijn dossiers goed. Zeg maar, wij hebben het vandaag op de regering wel gehad over dat we echt wel willen proberen die stijlbreuk te maken, die trendbreuk ook te maken. Ik denk dat ook de regeerverklaring van Alexander De Croo dat ook wel echt heel erg belichaamde. Mensen hebben lang moeten... Is dat iets wat doorheen de onderhandelingen gelopen is, dat? Ik denk is, dat, is daar, wie heeft daar dan voortdurend op gehamerd? Ik denk dat dat ook iets is dat gegroeid is. Hè. Dus ik heb zelf heel hard op het kernenergiedossier gewerkt, dat sowieso een beladen dossier is, hè, waar dat veel mensen een moeilijk dossier vinden, maar waar ook heel sterke meningen over bestaan. En we zijn daar eigenlijk...
ja, okay, het heeft mij wel afgemat, het heeft lang geduurd, maar als ik daarop terugkijk, is dat eigenlijk wel vrij vlot gegaan. We hebben een aantal vergaderingen gehad, we hebben naar elkaar geluisterd en dat is eigenlijk mooi neergelegd geweest. En als mensen naar elkaar luisteren, dan is er op zich wel veel... Ja, goed, maar dat is al heel vaak gezegd, hè. We moeten meer respect betonen, we moeten op een andere manier aan politiek doen. Op een bepaald moment moet dat wel van iemand komen. Maar dat ja, als... en in deze ploeg zit dat wel, ik heb dat wel gevoeld. En zeker op dat kernenergiedossier heb ik dat echt heel hard gevoeld. En op andere dossiers ook. Hè. Dus, u heeft daar applaus gekregen, heb ik gehoord. Klopt dat? Ja, u bent goed ingelicht, maar dat was niet anders dan voor andere hoofdstukken. Dus als er iemand iets afgerond had, iets goed gedaan, dan dank je op elkaar. Ja, het was gewoon, het was een bijzonder moment. Ja. Het was een bijzonder moment. Oké. Okay. Goed, dus straks meer daarover. Nog iemand langs de Franstalige kant, Christophe. Zakia Khattabi. Mm-hmm. Ecolo, minister van Milieu, wordt zij klimaat en duurzame ontwikkelingen. Is dat een statement van Ecolo? Want even er controverse rond geweest, hè, door de benoeming die er niet gekomen is aan het grondwettelijk hof. Ja, kijk, dat is ook iemand die bewezen heeft dat zij veel kwaliteiten. Nou, dus in die zin, iemand die populariteit heeft, die een lange staat van dienst heeft. In die zin, waarom niet? Zij werd ook gesteund door de MR, Georges-Louis Boucher, alweer. Hij was heel lovend over haar, dus waarom ook niet? Voilà. Tegen de benoeming in het grondwettelijk hof, daar was de MR ook toch tegen, hè, destijds? Dat klopt, dus misschien is het voor de MR een manier om... Ecolo te bedanken voor de nieuwe vriendschap tussen die twee partijen. Hè. Dat is dus interzake veel gezegd, dat de MR en enfin, de liberalen en de ecologisten elkaar gevonden hebben tegen de N-VA op een bepaald moment. Ja. Want de kritiek was dat ze te activistisch was. U kent haar goed ongetwijfeld. Ja, ik ken haar heel goed. Ik ben van Brussel, dus ik ben verkozen op een ecolo-groenlijst die getrokken werd door Zakia Khattabi. Het is wel Zakia die als voorzitter van haar partij Ecolo in de Waalse regering, in de Brusselse regering heeft geloodst. Hè, en op de meest serene, op een hele goede manier. En dus er is in Vlaanderen vaak echt een karikatuur van haar gemaakt die echt waar niet op feiten gestoeld is. Oké. Het heeft denk ik ook wel weinig zin om een vergelijking te maken tussen een mandaat in de regering en een mandaat in het grondwettelijk hof. Ik denk dat dat twee zaken zijn die niet met elkaar vergeleken hoeven te worden. Ook hier in dit geval geeft mevrouw het voordeel van de twijfel, laat haar beleid voeren. En wat ik wel merk is dat we een generatie politici zijn die ergens voor een stuk zijn ook opgegroeid in een soort van sfeer van wantrouwen dat er bestaat bij de bevolking en ook wel beseffen dat we daar iets aan die sfeer gaan moeten doen. En dus dat is op zich wel een dynamiek. Ik zeg niet dat jongeren altijd per definitie het anders of beter zullen doen, maar in mijn geval merk ik wel dat in mijn omgeving ook wel heel veel mensen wantrouwig zijn naar politici toe, het gevoel hebben dat politici het beleid niet voeren dat gevoerd moet worden. En dat is en bekijken wel ze jullie anders? Een wake-up call. Ik weet niet of ze mij anders bekijken, maar ik hoop dat ze kritisch genoeg zijn en ik hoop dat ik hen kan overtuigen van het feit dat het ook wel op een betere manier kan gebeuren dan het de laatste jaren gebeurd is. Heeft Bart de Wever een punt? Daarnet in ter zake zei dat van, hey, ja, we zitten in laten we zeggen, de grootste crisis ooit in de moderne geschiedenis, toch? Met zo'n onervaren ploeg, nee. Heel veel mensen die zonder veel ervaring belangrijke functies krijgen. Ik ken ook een aantal mensen die in de vorige regeringsploeg zaten van N-VA-signatuur, die niet per se heel veel ervaring hadden ook. Betekent dat daarom dat dat slechte ministers waren? Ik denk het niet. In mijn geval ben ik op dit moment in ieder geval wel bezig met mij te omringen met mensen met heel veel ervaring, die ervaring hebben rond asiel en migratie. En het zijn die experten die in mijn kabinet zullen zitten, met wie ik dagelijks ook wil samenwerken in middenveldsorganisaties, bij dienst vreemdelingenzaken enzovoort. Het is door die gesprekken aan te gaan dat ik beleid ga voeren. Ik ga niet op mijn eentje vanuit mijn gebrekkige ervaring gewoon gaan zeggen hoe dat ik denk de zaken te zien. Zo gebeurt de politiek. Het was een beetje hetzelfde in 1999, bij de eerste ploeg van Guy Verhofstadt. Ook veel onervaren mensen. Dat is toch, dat heeft goede resultaten opgeleverd. Natuurlijk was het een totaal andere periode met veel geld in die tijd. Dus veel minder moeilijk dan nu. Maar bon, kijk, jonge maar is het voor jou een issue ook... dat er een gebrek aan ervaring is? Ja, maar dat is inderdaad zijn? Opvallend dat er bijvoorbeeld maar 52ers zijn, 61er. Ik denk dat het gemiddelde leeftijd 44 is, dus dat is nogal jong. Maar dus heeft de oudere generatie bewezen dat ze het zo goed deden de afgelopen jaren. Ja, ik laat het in het midden. Ja. En ik denk daarbij, als ik nu kijk naar mezelf, ik ben eigenlijk nog maar 1,5 jaar terug in de politiek. Ik ben er 10 jaar uit geweest. Ik heb 10 jaar in de energiesector gewerkt. Hè. Dus ik denk dat je bezwaarlijk kan zeggen dat ik dan geen ervaring zou hebben. Integendeel, dat brengt ook wel vaak andere perspectieven mee. En zeker als je dan het domein van energie gaat beheren, denk ik dat het net een heel rijke ervaring is die je kan meebrengen als je weet hoe een investeringsbeslissing tot stand komt, bijvoorbeeld. En jullie hebben 4 jaar tijd om het te laten zien ook. Hè.
Nog één opvallende vaststelling. En heeft er ook op gewezen, de premier, een record aantal vrouwen. Parce que c'est bien le siècle de la femme. Et c'est précisément pour cette raison que ce gouvernement est à parité homme-femme. C'est une étape historique dans notre pays, want diversiteit is sterker. Is dat ook iets dat de hele tijd benadrukt is? Nee, ik denk wat hier vooral heel mooi aan is, is Alexander de Croo heeft dat boek geschreven, De Eeuw van de Vrouw, een tijd geleden. Hij zet zelf Vincent van Quickenborne als minister. En ja, maar hij maakt een regering. Hij is kapitein van een regering met de helft van vrouwen. En hij brengt eigenlijk in realiteit waar zijn boek over ging. En dat is daar eigenlijk net mooi aan. Hè. Dus dat zijn absoluut geen holle woorden geworden. Maar wanneer begin je daar dan mee? Want dat zijn dingen die je niet zelf beslist. Hè. Wie er, want dat zijn dan uiteindelijk komt dat helemaal op het einde. Dat was toch de vaste wil, ja. Ja, het was absoluut de vaste wil. Maar de casting, dat is altijd zo de chasse privé van de partijvoorzitters. Maar net daarom is dat toch moeilijk om vooraf te zeggen, oké, we gaan daar een evenwicht in zoeken. Nee, als je dat wilt, is dat op zich niet zo. Maar wij zijn een partij waarin dat altijd een evidentie is om op zoek te gaan toch naar dat genderevenwicht. Is op zich, daar wordt soms over gezegd dat dat moeilijk is, maar eigenlijk vind je altijd de juiste vrouw en ook de juiste man. Dat was van bij het begin ook... De wil was er van bij het begin om dat... De wil was er, maar ik denk dat alle partijen ook wel beseffen dat een bepaalde representativiteit wel belangrijk kan zijn. Dus het is goed om te zien dat we met een genderevenwicht zitten. Dus ook, het kan fijn zijn om vast te stellen dat er mensen met migratieachtergrond zitten, 3 zelfs. Maar voor mij is die representativiteit is dat goed, omdat dat ergens kan fungeren als een soort rolmodel voor jongeren die denken, misschien kan ik daar ook geraken. Mm-hmm. Maar het is ook niet meer dan dat. Het is niet meer dan dat alleen. Daarnaast moet beleid u dat staan. Nu bijvoorbeeld? Nee, omdat er voor mij daarnaast beleid moet staan. Ik vind het leuk om te beseffen dat jongeren met migratieachtergrond misschien naar mij kijken en denken, als die het kan, dan ik ook. Maar dat betekent daarom niet dat ik een beleid ga voeren dat per definitie beter is voor jongeren met migratieachtergrond dan iemand anders. Dat is iets anders, dus maar ik kan me wel voorstellen... Ja, maar ik wil afgerekend worden op mijn beleid. Ja. Ik wil niet afgerekend worden op de huidskleur die ik toevallig heb gekregen door moeder en vader. Nee, maar het kan wel voor sommige jongeren belangrijk zijn. Absoluut. Merkt u dat nu bijvoorbeeld? Want dat komt, ja, als u bij de koning gaat, dat is toch nog iets anders dan de politieke rol die u tot dusver gehad heeft. Ja, absoluut. Hè? Maar ik besef zeker en ik krijg berichtjes via Instagram en via TikTok, daar zit ik helaas niet op. Maar je roepen wel. Alle soorten kanalen, ja. Waarin dat ik ook merk dat jongeren met migratieachtergrond heel blij zijn en het gevoel hebben dat ze daardoor ook meer kansen zullen krijgen. Maar dat is daarom niet per definitie het geval. Dat is wat ik probeer duidelijk te maken. Het is goed dat het er is, laat me duidelijk zijn. Ik ben ook heel blij met de ploeg die er vandaag is. Maar daarnaast gaan we vooral via beleid moeten bewijzen dat we ook representatief in de samenleving een aantal dingen willen realiseren. En daar gaan wij ook over praten. En ik zeg, het is een bijzondere dag, want voor u nog goed en wel begonnen bent, krijgt u complimenten toch een beetje uit onverwachte hoek. Ik heb vertrouwen in de persoon van Sami Mehdi. Ik zal u verrassen, hij is een generatiegenoot en ik vind hem een zeer getalenteerd vol iemand. En Sami wordt vaak onderschat en is misschien niet zo links als iedereen denkt, het centrumrechtse profiel. Maar hij zit er niet alleen, hè. Hij zit daar met Ecolo, met PS, met Groen. En die zijn absoluut niet zinnig om een strenger migratiebeleid te voeren. Ja, complimenten van de voorzitter van Vlaams Belang. Ja, ik ken meneer Van Grieken ook wel al. We voeren regelmatig debatten samen op universiteiten en in scholen. Ja. En is iemand die los van de politiek wel... Ik kan het appreciëren dat hij respect heeft voor wie dat ik ben. Ja. Maar waarom doet hij dat? Want zij moeten nu oppositie gaan voeren. Ik kan alleen maar proberen te hopen dat Tom van Grieken dat in alle eerlijkheid zegt. En ik ben ook effectief iemand die eerder deel uitmaakt van het centrumrechtse profiel of een centrumrechtsprofiel heeft. Maar dat betekent daarom niet dat ik geen beleid kan voeren binnen de Vivaldi-coalitie. Integendeel, ik denk dat wat in het regeerakkoord staat op vlak van asiel en migratie, dat daar voldoende elementen in staan die kunnen zorgen voor een kordaat beleid en daarnaast ook wel een humaan beleid. En heb je de indruk, zoals hij, dat de socialisten zo lax zijn, de groenen ook? Nu alles behalve. Ik heb ook de indruk dat in de discussies die er ook geweest zijn tussen de PS en tussen de N-VA in de onderhandelingen, dat daar ook op vlak van asiel en migratie in de nota dingen stonden die buvabel waren voor iedereen. En waar dan misschien meneer Van Grieken ook had gezegd, de PS valt dan precies ook wel mee. Dus het is karikaturaal om te zeggen dat de ene partij of de ene bevolkingsgroep definitie voor open grenzen is. Dat soort maar ik vind het wel een interessante discussie, want ik hoor wel dat het de laatste onderhandelingsnacht groen tegen de rest was. Klopt dat?
Op dit vlak bedoel ik, hè? Ik was daar niet bij, dus ik weet het eigenlijk niet. Ik weet dat niet. Maar wat ik wel zie, is dat het een akkoord is waar mensen en mensenrechten centraal staan. En waar er naar voren wordt geschoven van aan goed bestuur te doen. En dat is voor ons echt heel belangrijk. En wat is goed bestuur voor u? Goed bestuur meer is... Meer mensen terugsturen? Ja, terugkeer hoort daarbij. Meer mensen? Nee, niet noodzakelijk. Ja, dat is wel wat meneer Meijer wil doen. Het gaat over, denk ik, het goed bestuur dat we gaan doen en waarbij we mensen en mensenrechten centraal stellen. Mevrouw van der Straat, hij zegt hij wil wel degelijk meer mensen terugsturen. Als u zegt van dat vind ik niet, dan zitten we daar al met een probleem. Mijn doelstelling is niet per definitie meer mensen terugsturen. Ja. Mijn doelstelling is wel dat iedereen die hier vandaag is door een procedure doorloopt en op het einde van die procedure wordt gezegd dat die mensen hier niet meer mogen blijven, dat die mensen effectief ook terugkeren. Dat percentage omhoog krijgen. Dus ja, het percentage van mensen die wettelijk gezien terug moeten naar hun land, dat we omhoog krijgen, dat lijkt me niet zo absurd. De vraag is, hoe doe je dat? Dus daar zijn we een mag ik zeggen dat u op dat vlak grotendeels het beleid van Theo Franken wil voortzetten? Maar er zijn een aantal zaken, en het staat trouwens in het regeerakkoord, dat we een aantal elementen, ook van het vorige regeerakkoord, willen verder zetten. Er zijn ook een aantal aanpassingen aan het regeerakkoord in vergelijking met de vorige legislatuur. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat we niet langer kinderen gaan opsluiten. Dat is een element dat voor ons ook belangrijk is. Dus dat is het humane aspect dat daarbij hoort. Maar daarnaast, ja, we gaan terugkeerakkoorden sluiten met landen van oorsprong. Ja, we gaan ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk ook een procedure doorlopen. Wat trouwens humaan is. Hè. Ik snap niet wat er humaan zou zijn... Heeft u Bart Wever daarnet gehoord in de zaken? Nee, maar ik snap niet wat er humaan zou zijn aan het feit dat een persoon hier toekomt en geen 6 maanden, maar soms 1 jaar of 2 jaar moet wachten totdat die persoon weet of dat hij asiel kan krijgen of niet. Dat is niet humaan. Zal misschien een en ander afhangen van de deals die kunnen gesloten worden met andere landen. En dan zegt de Wever daarnet van good luck, want het zal niet lukken. Evenmin als het bij de voorbije staatssecretarissen voor asiel en migratie gelukt is. Dat is niet juist. Ik denk dat Theo Franken op dat vlak een aantal terugkeerakkoorden heeft gesloten. Goed, die zeer wenselijk. Maar echt om dat percentage waarvan u spreekt omhoog te krijgen, dat was een hele moeilijke. Hè? En dat zal niet eenvoudig zijn. En daarom moeten we inzetten op een aantal zaken. Hoe gaat u dat doen? Wel, onder meer op de vrijwillige terugkeer, waar veel te weinig op wordt ingezet. Wat we vandaag doen, is mensen die een asielprocedure doorlopen en dan laten we die ergens daar wat voortbewegen. Tot wanneer dat er duidelijk wordt gemaakt dat ze hier niet mogen blijven. En dan kiezen we voor de gesloten oplossing en proberen we ze weg te krijgen. Wat we niet doen, is, en dat is wat dit regeerakkoord wil doen, is ook op lokaal niveau, op stedelijk niveau, pilootprojecten uitwerken om te zien in welke mate dat we mensen duidelijk kunnen maken dat deze situatie voor henzelf ook niet werkbaar is. Ja. En om nog een laatste element aan te geven, als ik dan hoor van de oppositie en die commentaar zal komen van Theo Franken bijvoorbeeld, dat we kiezen voor een Australisch model. Een Australisch model zou betekenen dat we akkoorden moeten sluiten met Noord-Afrika die dan bereid moeten zijn om die mensen daar op te vangen. Jamais de la vie, dat lukt niet. Dus het asiel- en migratiebeleid zal moeten gebeuren door terugkeerakkoorden te sluiten, door een terugkeerbeleid dat voor een stuk vrijwillig is en voor een stuk verplicht is. En vooral, een laatste element, zal vooral ook heel hard afhangen van Europa en de manier waarop dat we als Europeanen ook wel de koek verdelen, de verantwoordelijkheid verdelen. Want daarin hebben wij als België heel vaak heel veel onze verantwoordelijkheid opgenomen, maar hebben een aantal landen dat in het verleden veel te weinig. Want daar zijn we dan wel een beetje afhankelijk van. Als ik vraag aan u hoe... Eén zinnetje uit de regeerverklaring. En ik weet niet of dat gebaseerd is op het rapport Bosuit. Maar daar staat in bijvoorbeeld... De regering neemt maatregelen om te verhinderen dat verwijdering door manifest gebrek aan medewerking onmogelijk wordt gemaakt. Dat klinkt een beetje als woonstbetreding. Wel, sommige mensen willen effectief niet meewerken. Er zijn trouwens meer dan... Het gaat meer over de woonstbetreding alleen. Het gaat over heel wat manieren... Maar die woonstbetreding, dat is een optie? Als wel, middel? De bedoeling van vandaag, en dat is echt de eerste persoon die ik een mailtje zal sturen met mijn nieuwe mailadres, dat is meneer Bosuit. De bedoeling is ook om met meneer Bosuit eens samen te zitten en te bekijken op welke manieren het allemaal kan. Is de woonstbetreding een optie, ja of nee? Wel, de woonstbetreding, afhankelijk van in welke vorm dat u dat voorstelt. Meneer Bosuit had trouwens een alternatief voorstel op de woonstbetreding. Ook dat moet allemaal bekeken worden. Als gedacht wordt dat illegale ergens verblijven, dat je mag binnengaan. Ja, en wat vandaag trouwens al gebeurt. Alleen gebeurt het op illegale basis. Er zijn soms politieagenten die ergens binnenkomen in een huis zonder daarvoor
van de rechter daar het recht op te hebben. En wil u dat legaal maken? Wel, we moeten in ieder geval ervoor zorgen dat het niet gebeurt zonder wettelijke basis. Mm-hmm. En daarnaast wil ik samen zitten met meneer Bossuyt om niet enkel het geval van woonsbetreding, maar in zijn totaliteit te bekijken hoe dat we ervoor kunnen zorgen dat we het asiel- en migratiebeleid dat we dat ordentelijker krijgen dan het vandaag het geval is. Ik kan niet leven met het feit dat er zoveel mensen aan het Noordstation staan en dat als een dag later de Tour de France daar doorkomt, dat dan plots daar niemand meer is en een dag later weer wel. Ik wil het toch even dat moet georganiseerd. Toetsen bij mevrouw Van der Straat, want u blijft stil voorlopig. Ik weet niet, heeft Groen dat wat daar bediscussieerd is, dat toch een beetje moeten doorslikken? Ja, ik denk, ik ga hier niet aan meedoen. Ik zie een beetje wat er hier gebeurt. Wat gebeurt er? Dan twee partijen die uitgesproken programma's hebben, lijken tegen elkaar op te zetten. Ja, ik probeer gewoon te weten te komen wat het compromis is waar jullie zich in kunnen vinden. Ja. Als we hier praten over woonsbetreding, dat een optie is, kan ik me voorstellen dat een partij als Groen daar problemen mee heeft. Het compromis dat er gemaakt is rond asiel en migratie gaat over wat Sami Mehdi eigenlijk al heel de tijd ook probeert te zeggen, is dat we goed gaan besturen en dat we dat doen door mensen en mensenrechten centraal te stellen. En kan woonsbetreding voor u? En vandaag was de eerste dag nadat hij de eed heeft afgelegd, dus ik vind dat er ook wel wat krediet mag zijn, totdat hij zijn team heeft samengesteld om het beleid te beginnen uit te voeren. De naam zelf van woonsbetreding is een probleem geworden. Het is bijna een symbool dossier geworden. In Franstalige België is geen enkele partij voor woonsbetreding. Dus moet er iets nieuws gewonnen worden, dat er een beetje op lijkt misschien. Maar vandaar dat is dus we gaan kijken naar de manieren hoe dat we dat kunnen organiseren en effectief. De mensenrechten staan daar ook centraal. Goed, maar ik probeer dit te weten te komen, omdat het wel belangrijk wordt, want jullie zullen dat beleid wel moeten steunen. Hè? Als hij op een bepaald moment dingen doet waar jullie niet kunnen in vinden, dan heeft hij een probleem. Hè? Ja, ik denk dat u heel ver vooruit loopt op de feiten. Ploeg... U hoort toch ook wat? Ja, ik hoor wat hij zegt, maar ik hoor heel goed wat hij zegt. Meneer Scholz heeft een andere interpretatie. Hij heeft een andere interpretatie. Als hij zegt, ik ga woonsbetreding legaal maken, is dat voor u een optie? Hij heeft dat denk ik niet gezegd. En bovendien, in deze ploeg, en daar hadden we het in het begin van het gesprek over, het is een ploeg die aan elkaar hangt, die ook een akkoord heeft gesloten over hoe dat wij dit land gaan organiseren. En waar er ook niet met ballonnetjes gaat gewerkt worden en waar dat er ook niet verklaringen worden gedaan die dan door de ene en door de andere worden neergesabeld. En mijn collega Made heeft net uitgelegd van ik ga met experten op de tafel zitten en ik kom nadien met mijn beleid. En dat is hoe dat wij als ploeg gaan werken. Niet alleen rond dit thema, maar ook rond de andere thema's in het regeerakkoord. Laten we dan eens naar uw thema kijken. Hè. Energie, helemaal uw winkel, denk ik. Helemaal mijn winkel. Als advocaten, mee onderhandeld ook. Ja. De kernuitstap staat erin tegen 2025 als de factuur niet omhoog gaat en als de bevoorrading niet in het gedrang komt. Nu, als jullie dat ondanks die voorwaarden als een trofee beschouwen, dan neem ik aan dat dat in orde komt. Ik vind dat u een beetje een negatieve lezing hebt. Dus waar het eigenlijk in essentie over draait, is dat bevoorradingszekerheid heel belangrijk is, dat betaalbaarheid heel belangrijk is en dat we daaraan de komende 4 jaar gaan werken. Als het gaat over energie, wordt er eigenlijk altijd gesproken over oei, een probleem, moeilijk, technisch, het licht, die betaalbaarheid. Maar eigenlijk vorige week zat hier nog Jos Delbeke met een heel positief verhaal over kijk eens naar hernieuwbare energie, hoe goedkoop dat is hoe goedkoop het is geworden, hoe hard er is gegroeid. We zien dat ook in ons eigen land, op onze eigen Noordzee. Ja, mijn vraag en dat was gewoon, komt dat goed volgens u? Dat komt helemaal goed. Dus u heeft daar geen enkele twijfel over? Nee, ik heb daar geen twijfel over. Ik kom zelf uit de sector. Ik heb allerlei soorten projecten gezien de laatste 10 jaren. Van windmolens, ook van klassieke centrales, ook van heel innovatieve dingen, van batterijen. En als mensen een goed idee hebben en als zij dan kunnen werken in een rechtszeker kader, dan komen die projecten ook tot stand. En dat is hoe dat ik het beleid wil aanpakken. Dat is ook waar wij aan tafel veel over gesproken hebben. En ik zeg u, meneer Scholz, van met de regering gaan wij op de afspraak zijn. En wij gaan echt, dat is een mooie quote voor ons. Ja, wij gaan op de afspraak zijn en ik ben er dan gerust in dat de sector ook op de afspraak zal zijn. Hoeveel procent is op dit ogenblik kernenergie nog? De helft ongeveer? Ja, heel veel. Heel veel. En dus we vinden binnen een aantal jaren gaan de eerste centrales eruit en die worden dan vervangen door andere. En zo de prijsverhoging voor de mensen? Want de experten ook aan Frans Halle kan zeggen dat komt gepaard, gaat gepaard met verhogingen. Ja, dat is een beetje relatief. Kernuitstappen. Ja, dat is een beetje relatief. Dus we hebben ook in het kader van het regeerakkoord hebben we dat ook laten beslissen.
cijferen, die kloof groeit. En het is wel zo, waar we wel een zorg over hebben, is of dat investeerders wel genoeg plaats gaan hebben, genoeg aantrekkingskracht. En dan kan daar misschien een ondersteuning voor nodig zijn. Maar dan hebben we gezegd, dat komt niet op de factuur. Dus ik ben eigenlijk, voor mij toch gaat niet het... niet op de factuur, je zegt geen prijsverhoging. Ja, klopt. Ja, dat hebben we zo. Okay. En dat hebben we eigenlijk al in het parlement, we hebben lang geen regering gehad, dus we hebben daar in het parlement eigenlijk ook al op die manier rondgewerkt. En ik denk, als het gaat over energie, blijven we vaak steken in ah, dat licht en die factuur, terwijl het eigenlijk een verhaal is dat gaat over opportuniteiten, over kansen, nee, over dat nieuwe ik. Jobs. Ik vraag gewoon, is het realistisch? Ja. Want als je dat dan wegneemt, krijg je dat volledig gevuld met windmolens en met zonne-energie, of heb je toch nog andere dingen nodig? Ja, we gaan ook nog een tijdje waarschijnlijk gascentrales nodig hebben. Bouwen ook? Die vandaag waar vandaag al vergunningen voor aangevraagd worden. En zoal Demir ziet dat ja, zitten? Nee, ik denk dat ze daar... Ik denk eigenlijk dat ze iets gezegd heeft wat ze niet wou bedoelen. Hè. Dus de minister van... En wat bedoelt u dat? Of wat heeft ze ja, niet zij, bedoeld? Zij wilde gewoon dat die kerncentrales langer gingen openblijven. En dan heeft ze, denk ik, in the heat of the moment een uitspraak gedaan die... Maar heeft u met haar al gepraat? In die zin gaat ze niet moeilijk nee, door over die vergunningen voor die gascentrales. Nee, zij kan daar gewoon niet moeilijk over doen, want zij moet gewoon de regels volgen. Dus in die zin denk ik dat het een beetje voor haar beurt was. Maar ik heb vandaag, want het was echt een drukke dag, ik heb vandaag al een keer gedacht, ik moet haar een berichtje sturen. Dus zal ik dat zo eens doen. Ja. Ja. Want dat is de vraag die nu ook gesteld wordt. Er wordt heel vaak verwezen, ook in de regeerverklaring, naar de deelstaten. Ja. Verwachten jullie daar, want dit is nu dat was een concreet voorbeeld. Oké, u zegt dat komt wel goed. Gaat het op andere vlakken ook goed komen? Wel, dat zal van de ploeg afhangen. Dat zal afhangen van de manier waarop dat we bereid zijn om samen te werken. En opnieuw, als we dat niet doen... Hoe schat u dat in? Wel, ik kan alleen maar vaststellen dat als we dat niet doen en als we proberen ruzie te maken tussen het federale niveau en het Vlaamse niveau, dat dat opnieuw geen reclame is voor de politiek. Dus eender twee die in de regering zit op Vlaams of op federaal niveau en die denkt iets te winnen te hebben bij het voeren van relletjes, dan vergist die persoon zich. En dus het zal echt wel afhangen van de manier hoe we daar als ploeg tegenaan staan. En ik vind het wel belangrijk dat in het regeerakkoord staat dat we goed gaan samenwerken met de regio's, omdat we voor heel wat dossiers ook afhankelijk zijn van de regio's. Vlaanderen is een sterke regio. En we moeten vooral zien dat we ook Vlaanderen kunnen versterken via dit federaal regeerakkoord. Ja. En ook andersom. Ik denk dat wij, als je nu kijkt bijvoorbeeld naar klimaat, dus kunnen wij bijvoorbeeld met de vergroening van auto's een heel grote impact hebben op wat er in de gewesten moet gebeuren. Hè. Dus dit is ook wel een moment, denk ik, om terug een verhaal van samenwerking te schrijven in plaats van een verhaal van opbod. Ja. Want dan zit je wel met N-VA bijvoorbeeld als het daarover gaat. Ja. Maar toch twee van de drie Vlaamse partijen zitten in de twee regeringen. Ja, zitten in de twee regeringen. En dus het Vlaams Klimaatplan, ik lees daar toch ook een aantal keer in van we kijken naar de federale overheid om een aantal dingen te doen. Kwijt aan ons om dat effectief op te pakken. En op die manier gewoon in de feiten te kijken hoe we echt kunnen samenwerken in plaats van elkaar wat te zitten bestoken. Ik ben er trouwens ook van overtuigd dat ook de N-VA wilt samenwerken. Hè. En ook op Vlaams niveau bijvoorbeeld zorgen dat de Vlaamse regering goed draait. Ik zou niet weten wat ze te winnen hebben bij het proberen de zaken te bemoeilijken en op Vlaams niveau ook nog eens de zaken moeilijker te maken. Dus ik merk ook een mentaliteitsshift bij alle Vlaamse partijen, net omwille van wat er gebeurd is bij de laatste verkiezingen. En ik ben ervan overtuigd dat ook de N-VA dat op de juiste manier wil tappen. En een van de redenen waarom er een Vlaamse premier is, is omdat de N-VA dat gevraagd heeft. Hè. Dus dat is duidelijk dat de N-VA een Vlaamse premier wilde, in federaal België bedoel ik. En dat is gebeurd. Dus dat is ook een gebaar van goede... Nee, vind je dat niet? Ik denk echt dat het een rol gespeeld heeft in de framing. Dat was duidelijk de jongste weken, de jongste dagen, dat er absoluut een Vlaamse premier moest worden. Ook in de Vlaamse pers was de toon totaal veranderd de jongste dagen. Ze zijn optimistisch, hè? Ze zijn zeer optimistisch in Franstalig-België. Ook iedereen, dus ja, dat is misschien een slecht teken. Want een regering die met pessimisme begint, slaagt vaak. De Hane 1 bijvoorbeeld. Maar ja, ook met Verhofstadt 1 was ook met veel optimisme omringd. Dat is wel een succes geworden, dus in die zin. Misschien nog één ding, mevrouw Van der Straten. Het is bijna 20 jaar, of 17 jaar geleden, hè, dat Groen erbij was in de regering. Toen is dat een beetje de mist ingegaan, of toch afgestraft nadien. Welke analyse van toen nemen jullie vandaag mee om te vermijden dat hetzelfde gebeurt? Wat is de belangrijkste fout die toen gemaakt is?
Ik ben altijd iemand bij ons in de partij die zich wat verzet tegen die lezing. Want ik vind soms, je moet het verleden ook kunnen loslaten en verder gaan. En ik dat ga mij dat niet... begrijp ik, maar dat is iets anders dan een analyse meenemen. Het is ook een feit, hè? Het is een feit. Elke regeringsdeelname, geen verkozenen meer. Van deelname in de regering, geen verkozenen meer. Dat was wel ook... het was toen de allereerste keer dat ik op de lijst stond. En dat was eigenlijk ook het begin van mijn politieke carrière. En ik heb vandaag de eed afgelegd als minister. Dus ik denk, het is altijd in de politiek met ups en met downs. En we zijn er gewoon, we zijn vast van plan om daar gewoon nu een goed verhaal van te maken. De Groenen zitten in de Waalse regering, in de Brusselse regering, nu ook in de federale regering. En dat is gewoon een gigantische opportuniteit om aan die Green Deal te werken, om die omslag te maken. En ja, met ook met goede mensen, met een goede ploeg, met een goede andere mensen. En in die zin, ik geloof daar echt wel in en ik laat mij niet opsluiten in het verleden. Dat is genoteerd. Ik mag jullie veel succes toewensen. Op de eerste dag mag dat nog, Christophe. Goed. Dankjewel voor jullie komst. En dankjewel ook, Christophe de Borsu. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Morgen zit Ivan de Vadder hier, ongetwijfeld met ook een heel boeiende politieke analyse van de voorbije week. Wij zien elkaar terug na het weekend. Heel graag tot dan.